Historians will know the Canadian Army came into Holland in 44, and then they were held up in the Nijmegen area over Christmas. And then in 1945, they pushed forward down through the Groesbeek area, where the cemetery is, down into what's called the Rhineland, into Germany, Emmerich, Clave, and that area, up to the Rhine. They crossed the Rhine, and then the Canadian Army pushed north. And as they pushed north back into Holland, then that is when the final part of the liberation really started. 85,5. Maar toen de oorlog uitbrak in 1940 was ik, van 29, 1940, was ik 11 jaar. Ik zie nog de Duitsers op de motoren binnenkomen. Dus ik was 11 jaar. Dus de Duitsers kwamen Nederland bezetten. Zijn de Engelsen geland bij Arnhem. Allemaal vliegtuigen in de lucht, dat vonden wij prachtig. Toen kwam de terugval van Arnhem. Dat Nijmegen bevrijd was en toen Arnhem niet. En er waren twee broers uit Groessen. En die gingen daar naartoe om die Engelsen te helpen. Dat mocht natuurlijk niet van de Duitsers. Dus wat kregen die jongens? Die moesten achter de dijk bij ons een gat graven. En dan werden ze doodgeschoten, dus ieder moest zijn eigen gat graven, omdat ze de Engelse hulp hadden. Dat was heel, heel tragisch. Kunnen ze zich dat voorstellen? Wij hadden thuis een bakkerij en Joden, die woonden in Groessen in een huis. En dat mocht natuurlijk niet, want de Joden werden vervolgd. En dan moest ik iedere morgen dat brood naartoe brengen. En zei ik tegen mijn vader, God, het brood was altijd op de bon. Alle levensmiddelen waren toen op de bon in de oorlog. Hè? En dan zei ik tegen mijn vader, God, hoe kan dat toch? Hebben die mensen toch een hoop brood nodig? En die zaten, de Joden zaten daar. En dan kwam ik er 's middags met brood brengen. En dan zaten ze allemaal met die blauwe overal zaten ze aan tafel. Was, toen als kind zijnde was er wel een hele belevenis. Kun je dat voorstellen? Dat hij dat meemaakte eigenlijk, hè? Nou, ik vind het geweldig wat de Canadezen hier in Nederland gedaan hebben voor ons land te bevrijden. Wat er allemaal gedaan is, dat is alle eer. And they came across here, supported by 12th Field, 30 some odd other Canadian regiments and numerous other British and American regiments, fought through here, advanced up into Groningen, over across to Arnhem and Zutphen and Utrecht and Apeldoorn. And the treaty was signed at Vereeniging on the 5th of May. Holland was then liberated. The people of Holland were desperate for food. They were desperate for freedom. And 12th Field was an important part of giving them a new life and the freedom they now enjoy. 12th Field is there all the way, everywhere.